Zo, dit is het verhaal voor Lieve en Vlinder. Ik had aan Lieve en Vlinder beloofd dat ik ze dat verhaal zou vertellen vanavond. Hier is het avond, bij jullie is het nu nog ochtend. Maar het is natuurlijk ook voor Jitse en Minke en Jinte en al die andere kinderen die ook zouden willen kijken. Maar ik heb beloofd dat ik het verhaal zou vertellen. In eerste instantie had ik beloofd voor Lieve en Vlinder. En het gaat over de tuin van opa Joop, want daar wonen kabouters in. Dat zijn hele kleine mensen, zo klein zijn die maar. En heel veel mensen die denken, dat is een sprookje, dat bestaat niet echt. Maar weet je hoe dat komt? Want ze bestaan wel, maar je kunt ze niet zien. Kabouters kunnen ervoor zorgen dat je ze niet kunt zien en dan doen ze toch hun werk. En dan leven ze toch in de tuin van opa Joop en ook in andere tuinen. En ze hebben gewoon gezorgd dat ze zichzelf onzichtbaar kunnen maken. En daarom denken heel veel mensen dat ze niet bestaan. Maar er is een manier om ze wel te zien. En dat is met de magische toverlantaarn. Ja, kijk, van de week ook. Toen heb ik gewoon de lantaarn opengemaakt. En de kaars, dus gewone kaars, in de magische toverlantaarn. En ja, dan steek ik de kaars aan. Zo, lichtje erbij. En als het dan avond is, dan ga ik met de magische toverlantaarn naar buiten. En dan ga ik rustig stil in een hoekje zitten. En ik zet de lantaarn neer. Gisteren kwamen er twee kaboutermeisjes langs, Flumke en Flomke, en die gingen naar tante Kee. En ze liepen een trapje op naar het raamkozijn en ze zongen onderweg ook dat liedje. Ken je dat ook? Vast wel. Dat ging zo. In de maneschijn, in de maneschijn, klom ik op een trapje naar het raamkozijn. Maar je raadt het niet, maar je raadt het niet. Zo doet de vogel en zo doet de vis. Zo doet een duizendpoot die schoenenpoetser is. En dat is één, en dat is twee. En dat is dikke, dikke, dikke tante Kee. En dat is recht, en dat is krom. En dan draaien we het wieltje weer eens om. In de maneschijn. Het was gisteren volle maan. Dus ik zat in een hoekje van de tuin met een magische toverlantaarn. Die had ik aangedaan. Ik had hem voor mijn voeten neergezet. En daar kwamen Flonken en Flonken voorbij. Tante Kee, tante Kee. Ja kinderen, zeg het eens. En ze liepen een trapje op naar het raamkozijn. Tante Kee, heeft u nog bladeren nodig? Ja, kinderen, doe nog maar wat. Ik kan nog wel wat gebruiken. En ze gingen weer weg. En ik dacht, wat gaan ze nou doen? Maar het is hier nu winter. En in de winter vallen alle bladeren van de bomen. Die worden eerst geel en bruin. Allerlei kleuren, allerlei herfstkleuren. En die vallen dan op de grond. En ik heb me altijd al afgevraagd, wat gebeurt er dan met die bladeren? Maar nu weet ik het. Want doordat ik Flumke en Flonke zag, begreep ik hoe het gaat. Want zij kwamen later weer met bladeren aan. En dan ging tante Kee, die bladeren ging die fijn stampen. En dat fijngestampte, dat ging ze weer op de grond uitspreiden. En in het voorjaar gaan ze daar zaadjes in doen. En dan komen er weer hele mooie bloempjes. Dus het zijn de kabouters die ervoor zorgen dat de bladeren die gevallen zijn van de bomen, weer goed gebruikt worden voor nieuwe grond. En daar kunnen dan weer zaadjes in. En die zaadjes worden weer bloempjes in het voorjaar. Nou, dat was het verhaal. Ik wens jullie nog een heel fijne dag.